Nou, dit zijn de Sepp Merino compressiekousen. En ik ben ermee begonnen met lopen in Schotland. En ik vond persoonlijk Schotland wel een super mooie plek om de Merino wol compressiekousen te testen van Sepp. Want zoals je wellicht weet, zit Schotland vol met schapen. En is het klimaat daar perfect? Want het is natuurlijk vaak een beetje koud en nat. En wellicht heb je al een van de video's gezien of het verhaal gelezen van de fiets- en hardloopvakantie al daar. Dat was echt super mooi. En ik moet zeggen, deze sokken zijn gewoon in tegenstelling tot normale compressiekousen echt een stukje warmer. Ze zijn wat dikker. Ze zijn echt ja, comfortabel. Normale compressiekousen zitten mij gewoon al gewoon lekker. Maar merino wol. Ja, je ziet merino wol ook wel in kledingstukken. Vaak een wat hogere prijskategorie, dat moet ik wel zeggen. Omdat die wol wat meer, zoals zeggen, wat meer luxe is, draagt nog wat fijner. Dus ik denk, ik laat ze gewoon even aan je zien. En ik heb ze dus gewoon. Ik heb net een ronde uitgelopen. En ja, ik loop eigenlijk standaard met compressiekousen. En vooral met het wat koudere jaargetijden. Voor mij persoonlijk vind ik het allemaal fijn om met de merino compressiekousen te lopen. Maar goed, ik zal meer informatie zetten bij het artikel. En de link zie je onder de video, mocht je dit op YouTube bekijken.